PvdA-fractievoorzitter Martien Lauwers wil dat kleine middenstanders die banen creëren hiervoor beloond worden. RTV Arnhem vertelt zij over haar plannen. Mevrouw Lauwers, waarom neemt de PvdA het op voor het midden- en kleinbedrijf in Arnhem? Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van onze uh, economie in de stad. Zij zorgen voor de meeste banen, dus de detailhandel en de horeca. En daarom vinden wij dat zij een steuntje in de rug verdienen. Wat houdt uw banenbonus voor succesvolle ondernemers in? Nou, we willen heel erg graag meer mensen aan het werk helpen in onze stad. Dat is een van de grootste uitdagingen, uh, want we hebben 6.000 mensen die uh, een bijstandsuitkering hebben. We vinden het dus heel erg belangrijk dat werkgevers die het goed doen, hè, die uh, tegen de stroom in in deze crisistijd voor banen zorgen, die willen we graag belonen met een banenbonus. En dat houdt in dat we in het jaar waarin zij voor meer werkgelegenheid zorgen ...de gemeentelijke belastingen willen kwijtschelden. Dus dat zij als bonus een teruggave krijgen van die gemeentelijke belastingen in het jaar... ...waarin zij voor uitbreiding van werkgelegenheid zorgen. Wat voor speelruimte of invloed heeft u als gemeenteraad op de gemeentelijke belastingen? Nou, we gaan als gemeenteraad stellen we de belastingverordening vast. Daarin staan alle regeltjes over de belastingen... Uh, alleen zijn we wel gebonden aan de wet. Het is even zoeken naar wat juridisch wel en niet mag. Maar bijvoorbeeld, de gemeente Den Haag heeft een compensatieregeling voor ZZB'ers. Dus daar mag het ook. Zij hebben dat ook al helemaal uitgezocht. Dus ik denk dat we ook de groep kleine ondernemers. En wij doelen dan vooral op ondernemers die één uh, tot tien uh, werknemers in dienst hebben. Uh, en die dan minimaal voor twee extra arbeidsplaatsen zorgen in een jaar. Om die dan een compensatie van de gemeentelijke belastingen te geven. Wat voor vragen gaat u vanavond stellen aan het college in de gemeenteraad? Nou, ik ga vooral vragen of uh, zij uh, ook zien dat uh, het belangrijk is om deze ondernemers te steunen, of ze het dat met mij eens zijn. Uh, en zo ja, of zij dan ook uh, het een goed idee vinden om zo'n compensatieregeling te onderzoeken, of dat kan, of dat mag. Ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord van het college. Hoe lang gaat dit duren, denkt u? Nou, wat mij betreft uh, hebben we haast bij alle maatregelen om werkgelegenheid te stimuleren. Want we hebben nu een groot probleem. Er komen elke, uh, elke maand weer meer werklozen bij. Dus alles wat we kunnen doen om mensen aan het werk te helpen in onze stad, moeten we doen. Uh, daar zetten wij als Partij van de Arbeid ook volledig op in. Uh, ook in de verkiezingen, maar ook de afgelopen tijd. We hebben ook al een, een, een banenplan daarvoor gepresenteerd. Dus ik denk het is, het is noodzaak dat we. Ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk komen. Dus wat mij betreft, alle maatregelen die daartoe kunnen bijdragen, moeten we zo snel mogelijk invoeren. Dus ook deze banenbonus, als het kan, willen we dat zo snel mogelijk doen.